بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس تكايكرز Ik heet jullie alle van harte welkom bij de 22e les van de cursus Het Arabisch volgens de Medina-methode deel 2. En zoals altijd beginnen we eerst vanuit het Nederlandse uitlegboek. En dat is dit keer op bladzijde 108. En op bladzijde 108 komen we het volgende tegen. En dit is een herhalingles. Het geeft een compleet beeld van de drie toestanden van de modare. Modare wil zeggen het werkwoord in de tegenwoordige of toekomende tijd. En er zijn, een werkwoord in de tegenwoordige toekomende tijd kent drie posities. Marfo. Eh, dat vertalen ze met nominatief. Mansub, dat vertalen ze met accusatief. En majzoom, dat vertalen ze met een moeilijk woord. Naar apocopaat. Maar ja, wij gingen gewoon een makkelijke benaming uh, eraan geven. Wij, wij hebben gewoon een makkelijke benaming eraan gegeven. Marfouw noemen we damma-positie. Damma-positie. Uh, mansoob Mansoop wil zeggen fatha positie. En medzoen wil zeggen sukoon positie. Hè? Omdat op de laatste letter zie je of een dhamma, of een fatha, of een sukoon. Oké, okay, dan zien we hier een overzicht. Halatul mudari is Halatul <thalāthu. hālātul> wil zeggen situaties situaties, van de situaties, van modari. Modari wil zeggen een werkwoord in de tegenwoordige tijd, maar het kan ook naar de toekomende tijd vertaald worden. En assalatu wil zeggen de drie, de drie, de drie. En deze is bij naamwoord van halat. Oftewel, de drie situaties van de tegenwoordige tijd. Deze constructie gaan we later leren. Als je een modaf, modaf ilee hebt, dus je hebt een bezitsconstructie, en daarna wil je die modaf, wil je ook nog gaan omschrijven, dan uh, moet je het getal uh, qua geslacht het tegenovergestelde maken van die. Maar ja, dat komt later, dit komt nog wel, deze uh, constructie wat hier wordt gebruikt. Voor nu moet je dit gewoon even begrijpen vanuit zeg maar, het Arabisch naar ne na de Nederlandse vertaling. Dus halatul mudari, de situaties van mudari, van de tegenwoordige tijd. As-salasu, de drie. Oké, okay, welke drie heb je dus? Je hebt positie, voor. Fatha positie, mansoob. En majzoom wil zeggen soekun positie. Oké, okay, ik zet deze even hierboven. Marfoor wil zeggen Dhamma Positie. Mansoob wil zeggen fatha positie. En majzoom wil zeggen soekun positie. Oké, okay, we beginnen eerst met het werkwoord in de dammapositie. Kijk, ik had in les 10 had ik nog een uh, eigen aantekening gemaakt voor jullie. Dat was deze. En dat is op bladzijde 12. Bij les 10. Als je, het film, als je de filmopname hebt van les 10. En je kijkt naar de filmomschrijving, de videoomschrijving, vind je daar de link waar je dit kan downloaden, deze PDF. Kijk, dan zie je hier de vervoeging van de mudari' van begin tot eind, hè, van hij-vorm tot wij-vorm, maar dan ook ontleed. Laten we dit eerst even doornemen. Als we kijken naar Jaf'alu, Jaf'alu betekent hij doet. Of je kan ook vertalen met hij zal doen. Uh, een werkwoord is, is zeg maar net als een auto met een bestuurder erin. Een auto, dus het voertuig met de bestuurder erin. Fa, ein en laam, dat is je werkwoord. Dat zijn de drie stamletters. Dat is de voertuig. Die ja op het begin is alamatul mudari'. Dat wil zeggen de kenmerk van de tegenwoordige tijd. Dus je hebt 1 2 3 stamletters en voor de 3 stamletters heb je de kenmerk van de Mudari. Die damma hier يفعلوا die damma geeft aan dat het werkwoord in de damma positie bevindt. Kijk maar, kenmerk van de positie, want er zijn 3 posities: damma positie, fatha positie en Sukun positie. Als het gaat om werkwoorden heb je alleen maar deze 3 posities: damma, fatha Soekoon. Kasra bestaat niet bij werkwoorden. Oké. Okay. De kenmerk van de positie is de damma op de laatste stamletter. Oké. Okay. De voertuig heb je, maar waar is de bestuurder? Fa'in is Mustatir. Mustatir wil zeggen: het is verborgen. Het is verborgen. Hij is er wel, maar je kan hem niet zien. En dat is altijd bij Hua. Dus als ik bijvoorbeeld een ander werkwoord heb, bijvoorbeeld yaktubu, yaktubu dan zijn er drie stamletters, kataba, die ja op het begin is alamatul mudari. En uh, de dhamma op de laatste stamletter, dat is de kenmerk van de positie, alamatul raf. Dus de fa, ein en laam, dat is het voertuig, de auto, en de bestuurder is Mustatir, verborgen. fa'alani zij doen. Namelijk twee mannen. Dit was hij doet, één man. Jaf'alani, zij doen. Nou, als ik aan jullie vraag, ontleed dit werkwoord letter per letter. Dan zeggen jullie: De ja is alamatul mudari. Dat wil zeggen: Kenmerk van de tegenwoordige tijd. De fa, de ein en de laam. Dit is de laam, hè? En dit is een elif, die is apart. De fa, de ain en de lam zijn de drie stamletters. Die elif hier, dat is eliful musanna, oftewel de onderwerp. Die van, de alif van tweevoud. eliful musanna. Musanna wil zeggen tweevoud. En wat is dan die noen met die kasra? Dat is de kenmerk van de positie. Dus aan deze noen zie ik, dat het werkwoord zich in de Dhamma-positie bevindt. Als het werkwoord dus in de Fatha-positie terechtkomt, dan gaat die Noon weg. Dan gaat die Noon weg. Terwijl bij het werkwoord hiervoor, als deze in de Fatha-positie komt, dan verandert die Dhamma in een Fatha. Maar hier, bij twee fouten, als de Noon de kenmerk is van de Dhamma-positie, dan gaat de Noon. In de fatha-positie, dan gaat die nu weg. Zo, we krassen hem dan gewoon weg. Jaf'aluna, yafaluna betekent zij doen mannelijk meervoud. Als ik vraag ontleed dit werkwoord, dan zeggen jullie het volgende. De ja is alamatul mudari. De fa, de ein en de laam zijn de drie stamletters. Wat is die wauw? De wauw is de bestuurder van de auto, oftewel het onderwerp. Waul jamaa de wauw van mannelijk, meervoud. En wat is dan deze noen? Die noen is de kenmerk van de dhamma-positie. Alama to raf'a. Alama betekent kenmerk, raf'a wil zeggen dhamma-positie. Dat betekent, stel je voor je faaluna komt in de fatha-positie te staan. Om, vanwege een bepaalde partikel. Ja, iets staat hier ervoor wat het werkwoord in de fatha positie brengt. Wat gebeurt er dan? Dan gaat deze noen wegvallen. Zo. En om, als de wawul jama'a de laatste letter is, dan moet je altijd een alif erachter zetten. Dat is de aliful wikaya. Dit heb ik jullie allemaal al eerder verteld. Hè? Dus nu, is, dit is eigenlijk gewoon herhaling wat ik, wat ik nu vertel. Dan gaan we nu naar vrouwelijk, derde persoon. Taf'alu, zij doet. De ta is kenmerk van mudari, oftewel, alamatul mudari. De fa, de ein en de laam zijn de drie stamletters. Dat is het voertuig. Waar is de bestuurder? Waar is het onderwerp? Die is mustatir, verborgen. S sommige auto's hebben getinte ramen. Je ziet de bestuurder niet, maar hij is er wel. Maar hij is verborgen. Oké, okay, prima. Wat is die Dhamma? De Dhamma is de kenmerk van de positie. Aan de Dhamma zie ik dat het werkwoord zich in de Dhamma-positie bevindt. Als dit werkwoord in de Fatha-positie komt, dan verandert die Dhamma gewoon in een Fatha. Zo simpel is het. Maar bij vrouwelijk tweevoud gebeurt het, volg het volgende: Taf'alani, zij doen, namelijk twee vrouwen. De ta is alamatul mudari, de fa, de Ain en de laam zijn de drie stamletters. Die alif hier is aliful musanna, de alif van tweevoud. En wat is dan die noen met de kasra? De noen op het eind, dat is de kenmerk van de positie. Dus aan die noen met kasra weet ik dat dit werkwoord zich in de dhamma positie bevindt. Als dit werkwoord in de fatha-positie zou komen te staan, dan gaat die noen wegvallen. En dat is niet alleen bij fatha-positie, dat is ook bij soekoen-positie. Dus tafala, dan zeg je dit. Het werkwoord is niet in de damma positie want de noen is weggevallen. Oké, okay, maar in welke positie bevindt het werkwoord zich dan? Dan zeg je of in de fatha of in de soekoen. Om te weten of het in de fatha is. Positie staat of in de sukoon positie dan moet je kijken naar de partikel die ervoor staat. Lan, an, kei, idan zijn partikels van fatha-positie. Terwijl lam of lamma, dat zijn kenmerken van sukoon positie Maar die komen nog allemaal. Dan gaan we naar vrouwelijk meervoud, derde persoon. Jaf'allah, zij doen namelijk vrouwelijk meervoud. De ja is alamatul mudari'. Kenmerk van de positie De Fa, de ain en de Lam zijn de drie stamletters. Waar is de bestuurder? Nunun deze Nun. Nun met Fatha. Terwijl die anderen waren Nun met Kasra. Nun met Fatha, Jaf'allah. Oh nee, hier was het ook met Nun met Fatha. Ja. Alleen hier heeft de Nun met Fatha ervoor een sukoon, Ja, Jaf'allah, deze Nun is Nunun Kenmerk van de uh, vrouwelijk meervoud. Oké, okay, waar is dan de kenmerk van de positie? Geen. Jef'alla heeft geen kenmerk waaraan je kan zien in welke positie het werkwoord zich bevindt. Dat betekent, als ik vraag het werkwoord jef'alla in welke van de drie posities bevindt het werkwoord zich? In de Dhamma-positie, Fatha of Sekoen, dan geef jullie antwoord: Dat weet ik niet. Dat kan je niet zien. Aan het werkwoord zelf kun je dat niet zien omdat het geen kenmerk heeft voor posities. Vrouwelijk meervoud heeft geen kenmerk die aangeeft in welke welk positie het werkwoord zich bevindt. Hoe kun je dan toch eventueel achter zien te komen? Nou, dan kijk je, staat er eventueel een bepaalde partikel ervoor? Als een bepaalde partikel ervoor staat, dan kun je toch weten van, kijk, dit partikel wordt gebruikt voor de fatha-positie, dus... Bevindt het werkwoord zich toch in de fatha-positie, alleen de kenmerk ontbreekt? Want vrouwelijk meervoud heeft gewoon geen kenmerk voor de positie. Alles wat ik nu vertel, gaan we straks even in praktijk zien. Hè? We gaan ermee oefenen. Dan gaan we naar de tweede persoon. Taf'alu, de ta is alamatul mudari. De fa, de ain en de laam zijn de drie stamletters. Die damma is kenmerk van damma-positie. Maar waar is het onderwerp? Mustatir. Prima. Als, dit, als ik nu vraag, als dit werkwoord in de fatha-positie zou komen te staan, wat voor verandering treedt er dan op? Dan zeggen jullie, die damma gaat weg en dan komt er een fatha. En als ik nu vraag, als het in de soekoen-positie zou komen te staan, dan zeggen jullie, die damma gaat weg en dan komt er gewoon een soekoen op de laatste letter, stamletter. Dan. Zo makkelijk is het. Oké, okay. alani, jullie twee mannen doen, of jullie zullen doen, F uh, ontleed dit werkwoord. De ta is alamatul mudari. Daarna komen de drie stamletters. Die alif is aliful musanna, alif van tweevoud. En die noon met kasra, dat is de kenmerk van de damma-positie. Als dit werkwoord in de fatha of soekoen-positie terechtkomt, dan moet je die noon weg laten vallen. Weglaten vallen. Dat noemen ze in het Arabisch. Hazfou. Zo. Hazfu. Hazfu betekent wegvallen van een noen. Wegvallen van de noen. Hazfun noeni. Het wegvallen van de noen is een kenmerk van de fatha-positie. Maar ook een kenmerk van de soekoen-positie. Okay. تفعلون يلي على ما ندون أو سلدون دتا إس علامة المضارع دفا دعين عند لام زين الدري ستام لترز دا واو إس واو الجماعة أون دا ورق فانا ورق وورد وات إس دي نون دان دي نون إس ان كنمرك فان دا دامة أس إت إن فتحة أو كسرة بوسيطسي ترخت كوم تهالي دي نون خون ويخ

Oftewel de, uh, het onderwerp van het werkwoord. Tweede persoon vrouwelijk enkelvoud. Wat is dan die noon? De noon is de kenmerk van de Dhamma positie. Dus als dit werkwoord in de fatha of sukoon positie komt, dan moet je die noon wegkrassen of weglaten vallen. En die ja moet je dan voluit schrijven. Hè? Dus die ja wordt dan zo. Zo. Zie je dat? Dan wordt het taf'ali, de juist ja dan op het eind. Taf'alani, dit, dit hebben we al twee keren gezien. Ta is alam itul De fa, de ein en de laam zijn de drie stamletters. Alif is aliful mustanna dan weet je dat het om twee personen gaat. De noon is kenmerk van dhamma-positie. Als het in de fatha of sokoen-positie uh, komt, dan moet je die noon weg laten vallen. En dan komen we weer bij vrouwelijk meervoud, maar dit keer tweede persoon. F wat was de regel ook alweer? Vrouwelijk meervoud heeft geen kenmerk. Dus, taf'alna, de ta is alamatul mudari'. Kenmerk van uh, tegenwoordig tijd. De fa, de ein en de laam zijn de drie stamletters. De noen is noenuniswa, Dit is het onderwerp van je werkwoord, vrouwelijk meervoud. Waar is dan de kenmerk van de damma-positie? Dan zegt ze: Geen. Vrouwelijk. Meervoud. Vrouwelijk meervoud. Maakt niet uit of het derde persoon is of tweede. Maakt niet uit. Als het, zolang het vrouwelijk meervoud is, heeft het geen kenmerk voor de positie. De kan dus in de damma-positie zijn, fatha-positie of kasra positie Af'alu, ik doe. De hamza is alamatul modare. kenmerk van tegenwoordigheid. De fa, de ein en de laam zijn de drie stamletters. Die damma is kenmerk van de positie. En waar staat ik, het onderwerp? Mustatir, verborgen. Ja? Nahnu, of uh, nafalu. Nun is alamatul modare. kenmerk van tegenwoordigheid. De fa, de ein en de laam zijn de drie stamletters. De damma is de kenmerk van de positie. En het onderwerp wij, die is mosdattin verborgen. Hier is ook de damme uh, kenmerk van de positie. Dus deze aantekening hadden jullie, als het goed is, kunnen downloaden bij de uh, videoopname van les 10. Dan gaan we nu verder naar het Nederlandse uitlegboek. Hier zo. Hamidun. Yazhabu. Hamid. Hij gaat. Dit werkwoord is in de damma positie. Kijk maar. We zien de damma. De ja is alamatul modari. Zal, ha en ba zijn de drie stamletters. En die damma is kenmerk van damma positie. Nu gaan we dit werkwoord, ditzelfde werkwoord in de fatha positie brengen. Door lan ervoor te zetten. Wat betekent lan? Zal niet. Dus lan jazhaba hij zal niet gaan. Len betekent zal niet. Zal niet. Yazhabu, hij gaat. Len yazhabba, hij zal niet gaan. En wat zien we? Die damma hier is veranderd in een fatha. Lem yazhab, hier staat lam. Lam is een van de partikelen die het werkwoord in de soekoen positie brengt. En lam betekent uh, niet. Dus jezhab hij gaat. Lem jezhab, hij is niet gegaan. Hij was niet gegaan in de verleden tijd. Hè? Dus was niet. Zo kan je zeg maar vertalen. Lem jezhab, hij was niet gegaan. Of hij is niet gegaan. Voltooid verleden tijd mag ook. Oké, okay, nu mannelijk meervoud.

Len Dit is eigenlijk een tajweed-regel, uitspraakregel. Len Zij zullen niet gaan. Dit werkwoord is in de fatha-positie. Kenmerk ervan is het wegvallen van de noen. Maar ja, bij de sukoon positie is het wegvallen van de noen ook een kenmerk. Hoe kun je dan weten of het in de sukoon positie staat of fatha? Dan zeggen ze, kijk naar part, na na het partikel die ervoor staat. Lan is een partikel van de fatha-positie en lam is de, uh, het partikel voor de soekoon-positie. Mag je zeggen: Lam is een kenmerk voor soekoon-positie en Lan is een kenmerk voor soekoon-positie? Dan zegt ze nee. Waarom? Lan hoort niet bij het werkwoord zelf. Kijk, dit is het werkwoord. Dit is het werkwoord. Hier zijn de drie stamletters. En wat is dan len? Len is een partikel wat erbij komt. Dit is dus eigenlijk apart. Dit is niet het werkwoord zelf. Het is ook geen van het uh, onder, uh, onderdeel. Het is ook geen onderdeel van het werkwoord. Maar het is een partikel, die het werkwoord een betekenis geeft, maar ook in een bepaalde positie duwt. Of brengt, moet ik zeggen. Ja, dus je moet echt zeggen. Het wegvallen van de noen is de kenmerk van de fatha-positie of sekoen-positie. Amina, tazhabu. Aminatu, tazhabu. De, de Dhamma is een kenmerk voor de Dhamma-positie. Maar als we zeggen Amina zal niet gaan, len, tazhaba. Dan verandert de Dhamma in een fatha. En dit werkwoord bevindt zich in de fatha-positie. Mudari al mansoob en als we zeggen Amina was niet gegaan, lam tazhab of Amina ging niet, zo mag je ook vertalen. Dan zien we dat die dhamma veranderd is in een sukun. Vrouwelijk meervoud. at yazhabna. De vrouwelijke studenten gaan. Let op het, dit is vrouwelijk meervoud. Die noon is Noonuniswa. Is de onderwerp van het werkwoord. Waar is het kenmerk? Waar is de kenmerk voor de positie? Die is er niet. Want, derde, want vrouwelijk meervoud heeft geen kenmerk voor de positie. Dat betekent in de fatha positie en kasra positie blijft het werkwoord hetzelfde uitzien. Lain en lam En is precies hetzelfde als wat hier staat. En jezhabna is in de fatha positie. Dat kun je niet zien aan het werkwoord zelf. Dan gaan we verder kijken, aan de partikel kun je wel zien dat het werkwoord zich in de fatha-positie brengt, of het bevindt. Uh, maar je moet dus uit het hoofd leren de partikelen die het werkwoord in de fatha-positie uh, brengen, en je moet leren de partikels die het werkwoord in de sukoen-positie brengen. Maar dat zijn niet zoveel, dus je kan het makkelijk uit je hoofd leren. Oké, okay. dan gaan we naar tweede persoon. Anta tazhabu jij gaat. Lantazhaba jij zal niet gaan. Lam tazhab jij bent niet gegaan. Of jij was niet gegaan. Jij bent niet gegaan. Jij bent niet naar school gegaan bijvoorbeeld. Oké, okay. hier is de dhamma. كان فور ضمه بوسيتسي هير از ذا فتحه كنمرك فور فتحه بوسيتسي اند هير از ذا سكون فور سكون بوسيتسي مانلك لك ميرفاوت انتم تذهبون يولي خان تا اس علامه المضارع زال ها زين دري ستام واو اس واو الجماعه هات اون ان اس علامه الرفع كنمرك فان ضمه بوسيتسي لن تذهبوا Jullie zullen niet gaan. Nu, die Noen is weggevallen. En uh, omdat Wawel jama'ah de laatste letter was geworden, is er een Alif al ah geplaatst. Ja. Lam Habu, jullie zijn niet gegaan of jullie gingen niet. De Noen is weggevallen. En omdat Wawel jama'ah de laatste letter was, hebben ze een Alif al ah geplaatst. Anti-tazhabina, jij gaat tegen een vrouw. Deze moet ik even ontleden. De ta is alamatul mudari'. Zal haba zijn de drie stamletters. Deze ja is ja ul -mukhataba. Het onderwerp van het werkwoord. En die noon, dat is alamatul raf'. Kenmerk van de positie. Van de dhamma positie Dat betekent, als dit werkwoord naar de fatha-positie komt. Dan gaat die Noen weg. En dan moet je die Ja voluit schrijven. Lan Jij zult niet gaan. Lam tazhabi. Jij bent niet gegaan. Of jij ging niet. Tegen een vrouw. Die Noen is hier weggevallen. Dan gaan we naar vrouwelijk meervoud. Twee fouten hebben ze niet behandeld in dit rijtje. Antunna tazhabna. Jullie gaan. Tegen vrouwelijk meervoud. Lan tazhabna jullie zullen niet gaan. Lam tazhabna, jullie zijn niet gegaan of jullie gingen niet. Die noen blijft gewoon staan omdat de noen noen is, het onderwerp van het werkwoord. En uh, de kenmerk van de positie is er dus niet bij vrouwelijk meerva. Ana adhabu, ik ga. Dhamma is kenmerk voor Damma positie LEN AZHABA, ik zal niet gaan. LEM AZHAB, ik ben niet gegaan of ik ging niet. Hetzelfde is dan voor de wijvorm. vorm NAZHABU, wij gaan. LEN NAZHABA, wij zullen niet gaan. LEM NAZHAB, wij gingen niet of wij zijn niet gegaan. En hier verandert het dan maar gewoon in een fatha of in een sukoem. Goed. Dan gaan we naar de volgende bladzijde en dan zien we hier dat les 23 start. Oké, okay, dus dan zijn we klaar met het Nederlandse uitlegboek. Dan gaan we naar de Arabische tekstboek. Even kijken op bladzijde 172. En daar zien we precies hetzelfde staan wat we in het Nederlandse uitlegboek hebben gezien op de volgende bladzijde staat dan bladzijde uh, start les 23. Dus we hebben hier bij les 22 afgerond. Ja, er, sta, er zijn geen oefeningen bij. Ja, het, is, het, was ook, het is ook een herhaalles. Hè? Dat stond ook uh, bij de uitleg van deze les. Goed. Um, probeer die aantekening, die extra notitie wat ik voor jullie heb geschreven bij de... Lesopname van uh, les 10. Kijk dat weer even rustig na. Want het is belangrijk dat je de werkwoorden letter voor letter kunt ontleden. Je hebt altijd drie stamletters. En je, je hebt altijd de kenmerk van de modaris. Die, die staat altijd op het begin. En dan heb je ook nog uh, het onderwerp. Je hebt aliful musanna, je hebt wawel jama'a, je hebt ya'ul mughataba, je hebt nunu niswa. En je hebt natuurlijk de kenmerken. Waaraan je kunt zien in welke positie het werkwoord zich bevindt. Nou, heel veel succes. Mochten jullie toch vragen hebben, dan kunnen jullie ze altijd stellen in de opmerkingen. Dan zal ik zo snel mogelijk antwoord uh, proberen te geven. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.